Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gisteren tijdens de COVID-19-update in de congreshal een opsomming gegeven van de eerste actiepunten na de eerste raadsvergadering. Zo zullen de gebouwen van de Vreemdelingendienst en het politiebureau van Nieuw-Amsterdam, die geen elektriciteit hadden, worden voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Er is ook goedkeuring gegeven aan de minister van TCT om alle raden van alle presentalen vallende onder TCT onder de loep te nemen. Grondkwestie cultuurtuinlaan heeft de RVM goedkeuring gegeven om de uitgifte in te trekken en ofwel vervallen te verklaren, als ook de nodige documenten te versturen naar de procureur-generaal voor onderzoek. Het is goedgekeurd dat er een outbreak management team wordt ingesteld, bestaande uit 7 personen. Het team zal aangestuurd worden door de minister van Volksgezondheid. Het team bestaat uit een crisis manager die de voorzitter is, een infectioloog, een medisch microbioloog, een public health deskundige, voorzitter van NZR en 2 epidemiologen. De vicepresident gaat verder aan dat het directoraat belastingen een managementteam krijgt voor de duur van 9 maanden. Dit team heeft enkele taken, namelijk het effectieve wijze en binnen het aangegeven tijdspad implementeren van de door de minister van Financiën en Planning goedgekeurde fiscale maatregelen. Het effectief innen van belastingsgelden in al haar facetten. Het effectief innen van belastingsgelden in al haar facetten is 3 keer geschreven. Het effectief afhandelen van belastingzaken van belastingplichtigen, zoals bezwaarschriften, verzoeken tot teruggave van veel betaalde belastingen. Het doen van voorstellen ter versterking van de organisatie gebaseerd op verhogen van de doelmatigheid, efficiëntie en effectiviteit van het directoraat der belastingen. Aldus vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren tijdens de COVID-19-update. Hij besprak de eerste actiepunten na de raadsvergadering.